bij Breda op de Rijksweg A16. Sorfjante, Vincent en Dani hebben een bericht gekregen van de centrale meldkamer. Er is een melding binnengekomen van een verdacht voertuig wat gecontroleerd moet worden. Dat betreft een Belgisch voertuig met een opvallende bestuurder daarin. Dus we gaan kijken of we die kunnen achterhalen om die eventjes alsnog te controleren. Ook een tweede unit is op de melding afgestuurd en zij hebben de Belgische bestuurder in het vizier. 39 rond, snelheid 140. Wij passeren zo de afrit N3. Ik denk dat die eraf gaat. Ja, dat weet ik niet. We gaan het uitproberen. Ja. Ja, ik denk 42-1 gaat die eraf naar de benzinepomp. Ja, dat is begrepen. 39-6. Bij de Shell is die eraf. Gaan we even zicht pakken. Lima 30, Lima 10 hier. Wij rijden nu de oprit van het Shell station op. Dan rijden wij achterlangs en dan nemen we zicht vanaf de parkeerplaats. Veel informatie, hij gaat niet tanken. De surveillanten houden het verdachte voertuig nauwlettend in de gaten. 30, ze passeren nu zometeen links voor jullie. Oké, pak jij hem gelijk op. Ik zet hem maar even door. Dan straks op een ander moment je controle doen. Het is onduidelijk wat de bestuurder in zijn schild voert. De agenten houden alle opties open. Ja, dat is het voor jullie. Ja, even een goede meting doen. Even binnen 100. We hebben een indicatie, 140-150. Mag jij dan nog even de meting pakken? Ja, tijdafstand gestart. Hij rijdt in twee rijstroken. Ja, we zitten 61 rond. Dani, ik denk dat als je een meting hebt, dat je er zo meteen naartoe moet. Nu moeten we naartoe. Ja, we gaan nu de meting afsluiten en nemen ze gelijk mee. De meting komt uit op een gemiddelde snelheid van 137. Ja, we zitten achter jullie. 137. Goedenavond. Ja, even de rijbewijs zien alsjeblieft. Ik rek wiet. En ik vorder bij deze de uitlevering van alle wiet. U mag helemaal even uitstappen. Ik wil alle wiet hebben. Ja, ik heb alle wiet gegeven. Ja? U hoeft geen antwoord te geven hoor, maar van wie was de wiet? Van de koffieshop. Nee, dat snap ik. Maar die heeft u gekocht toch? Dus dan is het van u. Of heeft u het betaald? Of hij? Ik heb het betaald. U heeft betaald, dus het was uw wiet. Oké. Okay. Dat is uitvoer, dat is een misdrijf. Waar staan jullie precies? Einde afrit? Dus daar... in Nederland? Ja. Nee. Dus daar krijgt u ook wel een procesverbaal voor. Hey, zijn er nog gekke dingen in de auto? Waarvan ik af moet weten? Nee? Geen messen of dat soort dingen allemaal? Oké. Okay. Het voertuig wordt minutieus doorzocht en ook de verdachten worden gefouilleerd. Ook geld heb je bij je? Van mij. Pak eens hier op tuur. En wat moet je dan met zoveel geld op zak? Wel ja, ik heb tafel... Ik heb de tafel gereserveerd en ik moest een voorschot betalen van 500 euro. Maar ik dacht dat deze 250 euro was. Nu dat ik het extra ben. Waarom zijn de koffieshops als wiet niet mag? Ja, dat mag wel. In de koffieshop. Dat is het gedoogbeleid. Maar wat doen jullie? Neem het mee. En dan ga je de grens overnemen. En dat is een misdrijf. Bekeuring openstaan deze grens. Ja? Wat voor bekeuring? Mulder buiten gebruik staan. Dan kun je 180 en... 160. Je hebt twee boetes openstaan, dus dan gaan we eventjes naar het bureau. Ja. En dan doen we gelijk voor die softdrugs ook eventjes maatregelen nemen. Dan moeten we even bellen en even kijken wat het gaat kosten. Ja, je krijgt papieren zo meteen terug. Als je gewoon achter ons aanrijdt, dan wijst het vanzelf. De heren mogen mee naar het politiebureau, waar de surveillanten contact opnemen met de officier van justitie. Even alles uitgezocht. En in totaal is het 350 euro. Dat zijn twee bekeuringen die er nog open had staan. En 50 euro voor de softdrugs. We hebben overleg gehad met de officier van justitie. En je wordt een transactie aangeboden van 50 euro voor deze hoeveelheid. En dat is voor de heren geen enkel probleem, want geld hebben ze kennelijk genoeg. 7, 8, 4. Okay. Ja? Helemaal goed. Ik krijg van ons bewijsje dat je die boetes hebt betaald. En daarmee is de zaak afgedaan. De Belgen zijn 400 euro lichter en een jointje rollen zit er vanavond helaas niet in.